Tom Jones met She's a Lady. We gaan naar onze verslaggever. Die staat in Rustenburg-Oostbroek. Erik Kooijman, goedemiddag. Waar ben je uitgekomen vandaag? Ja, ik sta in een winkel waar je eigenlijk niet in mag. Maar ik mag voor de uitzondering even naar binnen met mijn radiohengel. Ik sta tussen de rookwaar. Net gestopt met roken, gelukkig. Krasloten, allemaal verschillende dingen. Je hebt hier heel veel staatsloterijen en eigenlijk alles wat je maar kan. Je kan hier veel winnen, hè, Patrick? Ja, wij zijn in Nederland zelfs een van de grootste winkels waar heel veel gewonnen wordt. Dus, of werd op dit moment. Want ja, we zijn natuurlijk al bijna ruime maand dicht. Ja, het is echt zo'n ouderwetse sigarenzaak waar nu, en daar staat hij dan op bekend, ik ken er nog een paar, die bekend staan omdat daar het winnende lot valt. Maar goed, jij bent nu sinds half december ben jij dicht. En hoe heeft dat eruit gezien voor jou? Was het onaangenaam? Ja, het was heel zwaar. We hadden vorig jaar al heel zwaar, omdat mijn vader was overleden in september. En dat viel, daarvoor waren we ook met ziekenhuis bezig. Dus het jaar was al zwaar. En dan krijg je de laatste twee weken waar je een beetje naar zit uitkijken, dat je weer de mensen kan zien. Een beetje gezelligheid. Dan word je ineens op een dag dichtgegooid. Ja. Ja. En zo kwam mijn inkomen ook gelijk in gevaar. Want ja, je werkt het hele jaar voor de vaste lasten. En de laatste paar weken, dat is gewoon echt voor je eigen. Ja, dat viel erg zwaar. Nu heeft het kabinet besloten dat jij vanaf 10 februari je deur wel mag open doen. Er mogen geen mensen naar binnen. En je mag wat verkopen. Hoe ga jij dat aanpakken? En ben je daar blij mee? Ja, ik doe het een beetje op slag, want ik moet langs een plastic zeil. Ja, komt ie? Ja, we zijn natuurlijk hier heel voorzichtig. We zijn altijd voorzichtig geweest, gelijk vanaf maart. We zijn het strengste winkeltje hier in de buurt. Maar ja, zo gaan we dat ook doen, denk ik, met de voordeur. Ja, de voordeur open, tafel ervoor. En kijken of mensen willen reserveren en bestellen. Want ja, maar we zijn al wat gewend. Het telefoonnummer staat op mijn website en alles. Dus mensen bestellen al een beetje dat ik thuis breng. Ja. En sommigen komen even met de auto voorrijden. Nou, dat doen we dan ook nog. Want ja, je moet toch wat als sigarenwinkeltje. Nu heb je hier in de buurt, want ik reed hier even een rondje om mijn auto te parkeren in dit hondenweer. Heel veel winkels die wel open zijn. En jij bent, je zei het net, het strengste winkeltje van de klas. Van de straat in ieder geval. Hoe is dat dan voor jou? Ja, dan word je echt moedeloos eigenlijk van als je heel veel supermarktjes slijterijen en die zijn zijn erg nonchalant in dingen en je zit rijen vol in de supermarkten staan en allemaal hutje-mutje en ook nog vaak zonder mondkapjes. En dan ben ik met eentje die naar binnen laat komen, moest ik dicht. Ja, daar word je niet vrolijk van. Ook als je dan de deur uitloopt, dat was van de week bij mij eigenlijk een beetje de druppel. Dan zie je een Poolse bus, die wordt helemaal al proestend uitgeladen. Je kijkt naar de overkant, je ziet de supermarkt helemaal vol staan. En ik ben dicht. Ja, ik heb een collega gesproken uit Rotterdam, die had precies hetzelfde. En dan begrijp je het gewoon niet meer. Dan word je moedeloos. Dan heb je zoiets van schiet mij maar lek. Ja, dan denk ik van waar zijn we nu mee bezig? Dan heb ik een beetje het gevoel dat ik als symboliek maar dicht moest om iedereen te laten zien dat het menens is. Maar ja, dat schieten we allemaal niet meer op. We moeten naar een oplossing natuurlijk, dat er minder mensen ziek worden. Ja, en op deze manier, ik heb ook iedereen aangeschreven en ik heb bijna geen reacties gehad. Dat vond ik ook zo jammer. Want ja, wij zijn niet het probleem, maar ook niet de oplossing. Dus ja. Het is jammer, maar ja, we moeten er nu mee doen. En ik hoop dat er gewoon heel veel mensen dit horen en denken van ja, we moeten toch weer scherp zijn. Want ja, we proberen met z'n allen hieruit te komen. Patrick van het Prijspaleis, dankjewel. Ik begrijp ook dat het lastig is. Ik hoop dat je volgende week weer wat omzet kan draaien. En ja, dat het hier weer wat gaat bruisen, want het zou wel fijn zijn, hè? Ja, natuurlijk, want we staan ook bekend met ons winkeltje voor de muzikale activiteiten. Ja, dat is ook allemaal stil gaan staan. Ja, je probeert nog een beetje lol te maken. Morgenmiddag gaan we weer een filmpje opnemen, wat we elke week proberen te doen om nog een beetje lol te maken. Dat meneer Robert probeert hier binnen te komen en kijken of het morgen weer lukt. En zo proberen we nog een beetje lol te maken om ook voor onszelf nog een beetje draaglijk te houden. En voor mensen die het op internet vinden, op Prijspaleis. Ik krijg heel veel leuke reacties erop en dat is toch ook wel weer heel leuk. Ja, ik heb het net even gezien, een heel toneelstuk van iemand die hier wel binnen wil komen, maar het niet lukt. Nou, het is zover hier vanuit de Telestraat, Bas.
Ik ga eens even kijken wat dat precies inhoudt. Ik ga een kauwgompje scoren als het mag. Even kijken of het lukt. Ga dat maar doen, of misschien nog een kraslootje. In ieder geval vanaf 10 februari, dan mag die weer open. En dan worden er weer krasloten over de deurdrempel verkocht. Want binnen mag je dan nog steeds niet kopen. En bij het Prijspaleis. Erik, dankjewel en tot morgen weer. Hè? Yo, hoi, hoi. Hoi. Straks de sport. Nu eerst naar de meisjes van Den Haag met de Haagse Reigers. Allermooiste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit de Haag.